Hoi, ik ben Sam en dit is een filmpje voor Tablets Magazine. In dit filmpje gaan we kijken naar een gecko-koffer te kopen bij tabcoffers.nl. Dit is een speciale koffer die we even gaan bekijken, want die heeft weer een functie die ik nog niet vaak in een koffer heb gezien. Even kijken, als we de nieuwe iPad ernaast leggen, kijken we eerst eventjes naar de hoes. We zien de binnenkant is van een zacht velour, zeg maar. De buitenkant is van een plasticig leer. Ik ben niet heel erg kapot van de kwaliteit. Het meurt ook een klein beetje. Dat kan wel verdwijnen over de tijd. Maar goed, het ziet er op zich wel chic uit. En de afwerking van de naden en zo, dat lijkt goed verzorgd. De achterkant is van plastic, een harde plastic kant. Maar zoals je kan zien zit er een vouw in. En dat is wat bijzonder is aan deze hond, omdat ik mijn hond hoor spelen met de bal. Maar aan deze koffer. Hij gaat er op deze manier aan de zijkant zo in. En zo, nu zit hij in de koffer. Bij het beginnen, on-off, dat werkt. Hij kan gevouwen worden in een driehoek om te tikken. Maar vanaf hier wordt het bijzonderder, want dit is met een magneet, zit dat vast aan de zijkant van de iPad. Dus dit klikt met een magneet. En dat geeft je de mogelijkheid om hem op deze manier los te klikken. Ik weet niet of dat zo te zien is, zo. Dat je hem kan neerzetten in de twee groeven om een videostand te maken. En ik weet niet of dat te zien is op de film op dit shot, maar ik doe er een shot naast. Je kan zien dat hij een beetje uit de koffer glipt, want hij zit niet super stevig vast. Dat is dan ook het grootste nadeel, want zie, hij zit hier, je moet hem een beetje weer erin klikken. Hij zit niet super stevig en dat betekent dus ook dat als je hem zo aan het verzetten bent, dat hij er zomaar uit kan glijden. Nu hielp ik hem een beetje met mijn vinger, maar nu kijk, daar gaat hij alweer. En dat is dus niet echt heel stevig. En hij doet dus ook de aan- en uitknop aanraken. Want je ziet dat hij de iPad uit probeert te doen. Nou goed. Ik weet niet zo goed wat ik van deze case vind. Het is wel een mooi plat profiel. De cut-outs. Die zijn allemaal keurig verzorgd. Alles is bereikbaar. De microfoon. Dus dat ziet er prima uit. De speaker is mooi vrij. Nogmaals, het materiaal is van een soort pletter. En dan niet van de hoogste kwaliteit pletter die je in sommige cases ziet. Ik weet niet zo of ik daar echt kapot van ben. Maar goed. Het zijn drie vouwen trouwens. Dus bedenk je goed dat hij dus niet zo kan staan. Want dan flapt hij altijd weer open. Deze case kost €30. 29 nog wat. Bij tabcoffers.nl. Ik heb al contact gehad over mijn bedenkingen over hoe los hij zit aan de zijkant. Het contact is keurig en er wordt al een nieuwe opgestuurd om te kijken of dat een onderdeel is van deze case, zeg maar. Of het er gewoon bij hoort of dat ik misschien een iets te los model heb gehad. Al met al is de winkel sowieso wel een aanrader, want nogmaals, het contact gaat prima en er wordt meteen een nieuwe opgestuurd. De koffer zelf, ik weet het niet, voor €30 denk ik dat er betere opties zijn, waaronder de wake-up folio van Choice, whatever. Dat was hem weer, tot de volgende keer.